De hondjes van Gordon zijn volgens critici ongezond, omdat ze doorgefokt zijn. Elke keer dat de SBS-ster daarop aangesproken wordt, ontploft hij van woede. Ook nu zal de entertainer weer woest door de woestijn rennen, want ditmaal heeft Rob Goossens kritiek geuit op zijn hondjes. Het leek een redacteur van RTL Boulevard gisteren een leuk idee om een Instagram-filmpje van Gordon en zijn hondjes te laten zien in de door Frank Deen gepresenteerde Socials-rubriek. Op het bewuste filmpje snurkt Gordon's hondje na in bad te zijn geweest. Schandalig om dit uit te zenden, vindt Rob. Jongens, ik wil even zeggen: dit is helemaal niet schattig, dit is pijnlijk, want die hond snurkt omdat hij ademhalingsproblemen heeft. Daar is Gordon al een miljoen keer op gewezen, en dat hij toch nog steeds denkt dat dit schattig is, vind ik best wel heel erg stuitend. Bridget Maasland, het hoort wel een beetje bij het ras, hè, inderdaad. Rob, ja, omdat het zo doorgefokt is. Kees van der Spek, het is een misvormd ras, doorgefokt. Dat klopt. Ja, Bridget, ja, Frank.